Het ging dus over vermogensongelijkheid en daarmee ook eigenlijk machtsongelijkheid. En machtsongelijkheid vertaald in de zin van politieke invloed. Ik kan me voorstellen dat FNV dat ook echt heeft gemerkt. Voel je nou ook dat het harder wordt, dat het moeilijker wordt om zaken voor elkaar te krijgen? Kun je 1 of 2 voorbeelden noemen? Van oudsher is natuurlijk de vakbeweging wel echt een beweging van de factor arbeid tegen het kapitaal, zullen we zeggen. Dat die belangentegenstellingen die hebben ons gevormd, denk ik, laatste anderhalve eeuw heen. En lange tijd hebben we natuurlijk gezien, zeker na de Tweede Wereldoorlog, dat de ongelijkheid en zeker ook de vermogensongelijkheid in Nederland kleiner werd. En dat ging eigenlijk hand in hand. En dan moet je altijd afvragen, wat is causaliteit? Hè? Hoe zit het verband precies? Maar hand in hand ook met de invloed van de vakbeweging. Die natuurlijk ook met name in die periode na de Tweede Wereldoorlog veel aan tafel heeft gezeten. Intensief betrokken is geweest bij het totstandkoming van beleid. En eigenlijk zien we natuurlijk vanaf, zeker pak een beet, die 1980, de jaren 80, zien we ongelijkheid toenemen. En eigenlijk vanaf de jaren 90, dus dat is ietsje later, maar zien we de organisatiegraad van vakbonden wat afnemen. We hebben vanaf de jaren 90 gestaag dalend ledental. En dat heeft allerlei oorzaken, hoor, deels demografisch, deels omdat we natuurlijk van een meer industriële economie naar steeds meer diensteconomie gaan. Deels ook als gevolg van beleid, hè, doordat de arbeidsmarkt heel erg geflexibiliseerd is, steeds meer onzekere contracten. Maar je ziet wel, en dat zie je wel ook in internationaal verband, dat in landen waar die daling sterker gaat, hè, met name in Amerika en Engeland, waar vakbonden ook, waar ook echt antivakbondspolitiek is bedreven, hè, vakbonden ook echt bestreden zijn en de daling van ledentallen veel sterker is dan in andere landen waar de vakbonden zelfs ook het aantal leden hebben laten toenemen of hebben weten toe te laten nemen door een andere maatschappelijke organisatiestructuur eronder. Dat er een duidelijk verband is met dalende ledentallen van vakbonden en een sterkere vermogensongelijkheid of inkomensongelijkheid en vermogensongelijkheid. Als ik kijk naar Nederland. Hoe komt dat dan precies? Want je zou juist denken, dan moeten meer mensen lid worden van de vakbeweging. Dat is in zekere zin ook wel, maar soms moet eerst dan echt de wal het schip keren, zullen we zeggen. Hè. Dan ga je heel lang kun je natuurlijk nog voortveren op succes uit het verleden, zullen we zeggen. En pas als op een gegeven moment mensen denken van, oh wacht even, het gaat nu helemaal mis, moeten ze soms weer opnieuw uitvinden waarvoor vakbonden er ooit waren. En de tijd is natuurlijk wel veranderd. Hè. Dus we werken op een heel andere manier dan 100 jaar geleden, dus je kunt moeilijker aan de fabriekspoort, zullen we zeggen, mensen weer opnieuw organiseren. Als je het eenmaal kwijt bent, is het lastiger om het weer op te bouwen. En in nieuwe sectoren is het ook, je hebt er nieuwe instrumenten voor nodig. Ja, maar nu hebben jullie daar heel erg over na kunnen denken. Hè? Van, er zijn dus mensen weggegaan uit die vakbeweging. En wat zou je dan nu zeggen? Van, hoe kan de vakbeweging weer heel aantrekkelijk worden voor grotere groepen? Nou, we zijn nog steeds wel heel groot. En we zien gelukkig recent ook wel dat nieuwe strategieën om nieuwe mensen in te schrijven, nieuwe mensen lid te maken, wel helpen. Gek genoeg, eigenlijk is dat dus niet zo gek, naar aanleiding van je vorige vraag, maar een soort geluk bij een ongeluk, is dat we mede dankzij de crisis, de coronacrisis, waarin natuurlijk van de ene dag op de andere dag heel veel mensen met een onzeker contract op straat stonden en ook ineens zonder inkomen zaten. Hè. We hebben allemaal gezien hebben dat een niet houdbaar systeem is, hè? Die grote mate van onzekerheid die we in ons land hebben ingebouwd. Dat anders moet. En je ziet daarom ook eigenlijk afgelopen jaar dat jongeren in verhouding iets sneller lid worden van de vakbeweging. Heel veel mensen dachten, dat heb ik niet nodig, zijn daar toch anders over gaan denken. Hoeveel jongeren hebben jullie nu? Nou, we hebben een kleine miljoen, we zitten daar net iets onder. We schrijven elke maand nog steeds tussen de 3, het wisselt een beetje, tussen de 3 en de 5.000, soms 6.000 leden in. Maar de meeste maanden schrijven we net iets meer uit. En dat heeft te maken gewoon met de demografische opbouw van de vakbond. In de hoogtijjaren, Tuur, hoeveel leden waren er toen?
Nou, we hebben 1,2 miljoen leden gehad, of iets meer zelfs. En een tijdje 1,4, toen de ANBO zich ook had aangesloten. Maar dat was eigenlijk een grote groep ouderen die er ook daarna weer uit af is gegaan. Ja. Dus dat laat ik even buiten beschouwing. Ja. Ik geloof dat het op het allerhoogste punt was het ook bijna 1,4 zonder de ANBO. Dat is toch een forse daling geweest. Eigenlijk sinds halverwege de jaren 90 hebben we in absolute aantallen een daling gezien. Maar de 10 jaar daarvoor zat er ook in organisatiegraad al een daling in. Hadden we nog wel een stijging van het aantal leden. Okay. Maar dat ging minder snel dan de stijging van de omvang van de beroepsbevolking. Oké. En nu als we kijken naar dit onderwerp, hè, die vermogensongelijkheid die toeneemt en de politieke invloed. Nou, belangrijk is natuurlijk de rol van het middenveld, hè. Dat is ook een beetje het verhaal wat net al aan werd gerefereerd van Bas van Bavel. En van juist daar is eigenlijk een soort leegte die een dam kan opwerpen, zou ik maar zeggen. Hoe zie jij dat? Wat is de rol van het middenveld en wat is de rol van de FNV daarin? Nou ja, wij zijn, als het gaat natuurlijk om de macht van het kapitaal, hè, die tot uitdrukking komt in hoe de vermogens verdeeld zijn, zijn we een duidelijk countervailing power, zou ik zeggen, een tegenmacht, die natuurlijk wel via geïnstitutionaliseerde structuren eigenlijk in Nederland in zekere zin meepraat. En onze invloed is, denk ik, ondanks het feit dat onze representatie ietsje minder is geworden, de waardering voor wat vakbonden doen is nog steeds onverminderd groot, zou ik zeggen. Er is een hele brede steun onder werknemers, ook heel veel mensen die niet lid zijn, hebben wel zoiets, wat de vakbonden doen is heel goed en daar staan we achter. We merken dat we onze invloed groter is, zullen we zeggen, dan puur op basis van die ledentallen je zou kunnen doen. Maar vind jij dat in dit tijdsgevricht, dit is dus de transitiemotor, dus de transitiemotor houdt zich heel erg bezig met hoe we allerlei ontwikkelingen die iets te maken hebben met transitie, hoe we dat aan elkaar kunnen verbinden. Dus dan gaat het ook over verduurzaamheid, gaat over andere vormen van eigendom, dus ook andere vormen van invloed in de onderneming. En de vakbeweging is natuurlijk gewoon een vereniging van werknemers. Hoe breed moet die rol zijn, vind jij? De core business van de tijd iets anders vraag van de FNV. Ja, nou zeker wel. Kijk, de core business van een vakbond is natuurlijk gewoon het behartigen van de belangen op het gebied van werk en inkomen van mensen. Je moet, kijk, als je het hebt over werk en inkomen, moet je een visie hebben ook op hoe je, vind ik, hè, hoe je in de toekomst je boterham wil verdienen. En dat kan niet anders dan op een duurzame wijze. Als je natuurlijk ecologisch of financieel niet duurzaam onderneemt, hè, als samenleving, dan loopt het spaak. Hè? En dan kun je het nu wel goed doen, maar dan dans je op de vulkaan. Dus wij hebben natuurlijk als land financieel, we verdienen een hoop, maar we hebben ook een hoop schulden. We hebben ecologische schulden. Dat kom je op een gegeven moment in. Op een gegeven moment krijg je daar de rekening voor betaald. Dus de opdracht is natuurlijk toch, en ik denk dat iedereen zich dat tegenwoordig realiseert. Hè? Daarom zitten we hier aan tafel en hebben we het erover. Om die verduurzaming, die energietransitie, die klimaattransitie, maar ook andere transities, die zijn een feit, die gaan, die gebeuren. En het is, kan de FNV daaraan werken, natuurlijk? Nou ja, enerzijds door te zorgen dat we dat op een manier doen die iedereen mee kan maken. Hè, want als we niet ook geen aandacht hebben voor de verdeling, hè, en als het prijskaartje terechtkomt, vooral bij mensen die prijs van die verduurzaming misschien niet goed kunnen betalen, omdat we het niet op een eerlijke manier hebben georganiseerd, niet op een inclusieve manier, dan verlies je het draagvlak voor zo'n transitie, terwijl die essentieel is. Maar zie je ook... We hebben gewoon heel weinig tijd en het is gewoon lastig om een gesprek te voeren via Zoom, hè, omdat je nauwelijks door elkaar heen kan praten. En we willen natuurlijk heel veel uithalen. Het FNV zit, dus je kan het deels hebben over het FNV als meeprater in het beleid. En je kan het hebben over FNV als meeprater in de onderneming. En hoe kun je... Hè, zie je daar ook dat je dus door meer... het ging net over die ongelijkheid en de aandeelhouders, hè, die bedrijven kunnen gebruiken als handelswaar. Terwijl we eigenlijk willen dat bedrijven
dat werknemers meer invloed hebben, dat ze ook meer gaan sturen op duurzaamheid of op de brede welvaart. Hoe zie je dat, hoe dat binnen de onderneming, hoe je meer aan het stuur kan komen? Nee, kijk, het grappige is, er zijn natuurlijk altijd ondernemers geweest die het ook zo zien. En die of het nou moet of niet moet, mensen in het bedrijf gewoon mee laten praten. En je ziet misschien zelfs wel meer nieuwe, met name kleine ondernemers, die het ook belangrijk vinden dat de mensen die daar werken, zeg maar, het naar hun zin hebben. En dat die dus ook invloed hebben op de koers van de onderneming. Maar bij grote en wat meer traditionele industrieën zag je dat niet, of heel weinig. Wat ik interessant vind, is dat natuurlijk nu Ingrid Thijssen, zo moet zeggen, en Jacco Vonhoff, hè, namens VNO en MKB Nederland, dat die een visie hebben neergelegd dat ze meer toe willen naar een Rijnland 2.0. Maar tegelijkertijd, als je dan gaat lezen, lees ik niks over over vakbonden of over de vakbeweging of over de mensen, zo moet ik zeggen. Het is wel een visie waarin ze zeggen, we willen een maatschappelijk belang, maar het is nog niet erg ingevuld, niet erg concreet. Het zijn nog een beetje holle woorden. Ik vind de gedachte heel interessant, maar ik wil erg graag mee praten over hoe we dat wat meer body gaan geven, dat het ook echt wat gaat voorstellen. Dan wordt het pas echt niet zo. Tuur, stel dat jullie zo'n programma, hè, voor brede welvaart met een mooi filmpje, stel dat jullie dat gaan lanceren. Als jij zo meteen voorzitter bent van de FNV, wat is dan de boodschap? Wat zou dan, hoe zouden jullie dat verwoorden? Wat je nu zegt. Ja, nou, ik vond de woorden die zij koos in dat filmpje heel mooi. Hè, maar ik denk dat ik in een filmpje, in reactie erop, ik zou hen aanspreken. Want ze zeggen, wij hebben verantwoordelijkheid als bedrijf en die willen we breder nemen. Hè, die kunnen we breder nemen en die willen we breder nemen. Ja, dan denk ik, doe het dan ook. Hè, als je die verantwoordelijkheid nu al kunt nemen, waarom zou je wachten tot het minimumloon in de wet omhoog gaat? Betaal nu gewoon vast wat meer, zullen we zeggen, hè, om inclusiever te zijn. Als je wilt verduurzamen, waar wacht je nog op? Doe het. Dus mijn antwoord zou zijn, we hoeven niet te wachten. We kunnen het nu gewoon doen. Pak die verantwoordelijkheid en wij praten graag mee. Maar dat er iets moet gebeuren, dat we naar, als het gaat ook om machtsverhoudingen, hè, als zij het heeft over een Rijnland 2.0, ja, ik vind dat prachtig. Hè, al laten we weggaan van het, wat we de afgelopen 40 jaar hebben gezien, steeds anglo-saxischer maken van onze samenleving, waarbij de aandeelhouders vooral aan het kortste eind of aan het langste eind trekken. Laten we inderdaad ook de werknemers en andere stakeholders, hè, niet alleen de werknemers, maar ook de omgeving, zullen we zeggen, mee aan tafel zetten in het besturen van zo'n bedrijf. Ja, als laatste vraag, hè. Ingrid Thijssen, die heeft een prachtig filmpje, die doet een handreiking, brede welvaart, samenwerking, Rijnlands model. Hoeveel vertrouwen heb jij erin dat we een andere koers gaan varen? We, hè, dus vakbeweging en werkgevers. Alleen maar een heel kort cijfer en dat moeten we afsluiten. Nou, laat ik het een goede kans van slagen geven. Hey, ik ben sceptisch, maar ik wil die uitgestoken hand zeker wel aannemen om het in elk geval te proberen. Want ik denk dat ze het wel meent. Ik denk ook dat ze wel voelt dat ondernemers anders het vertrouwen van de maatschappij echt verliezen. Die hele grote ondernemers, die moeten. Oké. Heel erg bedankt voor je bijdrage. Want jij moest er nu ook vandoor, begreep ik toch? Ja, helaas.